eerlijk zijn met Ad de Goeie. Jullie hebben net een mooi optreden gegeven in Rijngaarden. Dankjewel. Jullie zijn van Koor Bravour. En Koor Bravour, die kennen wij eigenlijk in Bodegraven allemaal als de zingende bijen. Maar de kleur is helemaal veranderd. Hoe komt dat? Ja, enigszins aangepast. Enkele jaren geleden is de hele Nederlandse politiekorps in een ander hemdje gehezen. En dat het nou precies hetzelfde uitzien als ons shirt wat wij al 12 jaar droegen. Dus het was wat heen en weer en uiteindelijk zijn we er goed overheen gekomen. Wij hebben ons hemdje uitgetrokken, dat is makkelijker natuurlijk als 20.000 politieagenten. En sinds die tijd dragen we deze mooie gestileerde kleding. Ja, mooi blauw. Ja, mooi blauw. Uiteindelijk kwam er ook van dat we door dit verhaaltje kwamen we in een programma van Edwin Evers, 538 Edwin Evers terecht. Dus we hebben daar een live optreden voor de tv hebben we dan gedaan, daar voor radio. Heel leuk. Het had een mooie spin-off eigenlijk. Ja, hè? Jullie hebben een mooie bekendheid gekregen. Ja. Jullie zijn Koor Bravour. Jullie zijn wel een beetje georiënteerd denk ik op Woerden, meer dan op Bodegraven. Klopt dat? Ja, dat wel. Onze meeste leden komen uit Woerden. Er zijn er ook al een paar Bodegravenaren zijn erbij. Maar ook een paar Zegveld, dat Kamerik en dat soort dingen meer. Maar het meeste is Woerden. Ja. En ons werkgebied, als je dat bedoelt, dat ligt door heel Europa heen eigenlijk. Heel Europa? Ja, want we zijn dan met het koor zijn we in Ierland geweest, we zijn in Noorwegen geweest, in Tsjechië zijn we geweest, in Duitsland, België. En dan hebben we een heleboel optredens, van Franeker tot aan Zierikzee en heel veel. Corona doorstaan? Nou, muzikale windstilte, laat ik het zo maar noemen. Je kon niks. Je kon niks. Het enige wat we wel gedaan hebben, we hebben een vaste dirigent, die betalen wij gewoon. Hè. Die staat bij ons in loondienst. Die hebben we wel aangehouden, die 2 jaar. Wees natuurlijk ook niet zo lang ze duren, maar van het begin hebben we gelijk tegen de landen gezet. Joh, we houden je erbij. Maar, ik krijg de opdracht, we gaan niet zingen. Maar ga ons hele repertoire eens even nalopen, eventjes nieuwe arrangementjes maken, dat soort dingen meer. Dus elke donderdagavond zaten we met elkaar achter je eigen pc'tje thuis, via Zoom. Dan kon je niet zingen, kon je toch een beetje praten met elkaar en de gegevens uitwisselen. Die was opa geworden en die noemen dat soort dingen meer. En dan Jolande, onze dirigent, die zong dan de nieuwe arrangementjes zong in. Dus die 2 jaar zijn we best aardig goed doorgekomen. Dus jullie zijn helemaal verfrist uit de corona gekomen. Ja. Het is jammer dat we natuurlijk 2 jaar optredens gemist hebben. Hè? Want kijk, wij moeten ook onze verzekeringen, onze WUMA-rechten en onze dirigenten betalen. En het wordt wel schaal als je een inkomst hebt. Terwijl we voor die tijd altijd zo'n 30, 35, soms 40 optredens per jaar hadden. De wereldproblemen die zijn tussen 2 glazen. Jullie zijn wel bezig ook met een nieuwe cd, want daar komen misschien ook weer inkomsten van, hè? Ja, dat hopen we wel. Ja. Kijk, al lang voor de corona lag bij ons het idee, jongens, we gaan een cd'tje nemen. We hebben al 3 cd's in het verleden hebben we al opgenomen. Heel leuk, die worden ook heel snel verkocht allemaal. We gaan een nieuwe cd opnemen. Daar hebben we toen fondsen voor verzameld, onder andere Cultuurplatform Boeren. Die heeft daar een fikse bijdrage aan gedaan, maar toen kon er niks gebeuren. Dus dat geld dat lag er nog steeds. Dan hadden we natuurlijk bier van kunnen gaan drinken, maar dat is niet erg fair natuurlijk. Dus in die tussentijd, want coronatijd, zijn heel koren ten onder gegaan, heel veel leden zijn er weggelopen, behalve Koor Bravour. Wij zijn zelfs met 6 leden gegroeid in die tijd. Constant komen de nieuwe leden binnenlopen, gelukkig. En die hebben dat festijn van de zee opnemen nog nooit meegemaakt. Daarnaast hebben we het laatste vorig jaar en net voor de corona heel veel nieuwe nummers ingestudeerd die op de andere cd's niet voorkomen. Dus jongens, kom op, we pakken het weer op. En we zijn een hele vrijdagavond en een hele zaterdag in de studio geweest met een professioneel bedrijf erbij. En dan was helemaal te pletters aan zingen, want je zingt alles natuurlijk 4, 5, 6 keer. En die staat nu op de cd. Oh, en wanneer wordt die uitgereikt? 29 april, groot feest in Woerden, in de Kruiskerk. Samen daar gaan we onze cd presenteren. We gaan alle nummers proberen we te gaan zingen. We hebben een Bodegraafs Iers bandje uitgenodigd. Dus die zingen ook tussendoor. Dat is een beetje variatie. Maar 29 april in de Kruiskerk. Entree, 5 eurotjes. En dan wordt de cd verkocht.
standaardvraag is altijd, zoeken jullie nog nieuwe leden? Want jullie hebben er al 6 bij, maar zoek je nog iets speciaals? Ach, je kan altijd even aanwippen natuurlijk. Maar onze speciaal verzoek is, lopen er hier in Bodegraven omstreken nog accordeonisten los? Of die zeggen, ik wil er wel bij gaan doen op donderdagavond en af en toe eens een keer optreden. Want er is een chronisch gebrek aan accordeonisten hebben we. Dus mensen, wil je een hele fijne, bij een hele fijne club horen, donderdagavond, zij blijven lekker komen spelen, ze af en toe een optreden. Accordeonist, meld je aan bij Cor Bravour. Kijk anders even op onze site www.bravour.nl.